Hallo, hier is Hans Boertie weer met een nieuwe video. Sorry dat ik het tijdje niet heb geüpload. Komt eigenlijk door school en de feestdagen. Oké, take 2. Hallo, hier is weer een nieuwe video van Hans Boertie. Ik heb even een lemboertje moeten laten. Sorry ervoor. Nou, ten eerste wil ik jullie nog allemaal als kijkers een heel fijne 2018 wensen. Ja, ik ga natuurlijk eerst voordat ik even op de echte onderwerp van de video kom. Want ik heb een tijdje een maand niet geüpload. Komt door de feestdagen en school. Omdat ik al bezig ben met een sectorwerkstuk. Maar ja, nu is er eindelijk weer een nieuwe video. En ik hoop dat jullie het weer gaan waarderen dat er weer video's online komen. Maar ja, vandaag gaan we kijken naar een arcadespel. Die ik zelf ook een keer heb gespeeld. In Game State in Utrecht. Was superleuk. En ja, je ziet hem waarschijnlijk al op de foto. Het is het spelletje Dance Base. Een variant op Just Dance, maar dan een arcade versie. Die een iets andere gameplay heeft dan Just Dance. Maar ja, daar wil ik even wat van laten zien. Om jullie een impressie te geven. Nou, dit is hem dus. Het spel. Kijk, daar. Je hebt dus een scherm waar de dansmoves op geprojecteerd. Die dus moet nadoen. En verder zitten dus allemaal sensoren in de vloer. En ook allemaal camera's daarboven. Die dus in de gaten houden hoe jij beweegt. En dan gaan ze het in het spel erop aanpassen. Nou, we gaan maar eens even naar de website. Nou, welkom op de website van Dancebase. Ja, ongelooflijk. Ik had dat nooit verwacht. Maar ik heb deze laatst eens ontdekt. Nadat ik een gameset heb gespeeld, zag ik opeens een website. En die wou ik dan even bezoeken. Maar ja, nu laat ik die ook eens van jullie zien. Nou, je ziet waarschijnlijk al een hele intro. DB Shop Opening Celebration. Zo'n kortingsactie. Nieuwe karakters en zo. En 2 nieuwe nummers. Ja, dat komt ook regelmatig bij nieuwe nummers, nieuwe karakters. Waarmee je dus kunt spelen. En ik zie onderin IGS. Copyright 2018 IGS. Ik heb geen flauw idee wat dat voor bedrijf is. Maar ja, ik ga eens even een kijkje nemen bij een paar dingetjes. Nou, nieuws lijkt me wel leuk. Even wachten, want het is een traag internet hier. Oké, hij doet het. Oké, het zijn dus updates, nieuws. Wat van Dismiss komt. Allemaal voornamelijk updates vooral. En ook verschillende talen, want ja, het is echt meer in het oosten van de wereld waar dat gespeeld. En anders zoals Vietnam, Indonesië en zo. Nou, wat hebben we nog meer? Even kijken. Eens kijken, wat hebben we nog meer? Oh, hij moet weer lang laden. Nou. Intro, songs, location, songs. Nou, is weer traag. Love of Florida. Florida. Like This van The Wonder Girls. Wang Jiang Wang. Vergeet er nog meer. Chuka no Hoshi. Magic of Love. Nee, niet dat nummer. Oh, die is zo irritant. Pimpernappelappelpuffer Pico Taro. Oh, die is zo erg. Nee, daar wil ik echt niet mee bemoeien, want ik vind het zo'n rot nummer. Het blijft gewoon uren in je kop hangen. Jack G6, ja, die ken ik wel. Wat hebben we nog meer? Van Way on Another. Even kijken, nog iets wat ik bekend tegenkom. Ja, niet echt veel wat ik bekend heb. Want heel veel ken ik niet eens. Bijvoorbeeld die Theo Door, die ken ik ook niet. En Tonkara Rin, die ken ik ook niet. Weet je wat, ik stop met deze pagina, want het wordt een beetje zielig omdat ik niks ervan ken haast. Location. Ja, het punt is dat deze ook in Utrecht te vinden is. Maar dan ben ik benieuwd of het ook hier zit. Even kijken hoor. Nou, dat is al ongelooflijk. Ja, dat is Indonesië, Maleisië, Thailand of Vietnam. Ja, ik doe lekker Vietnam. Dan komen we toch locaties tegen.
Maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want ja, Utrecht staat er niet in, maar het is ook best wel vreemd dat deze wedstrijd niet wordt ondersteund voor Utrecht. Oh, maar één stad maar? Dat is raar. Oh, dat is best wel zielig. Nou, dan gaan we nog even één keer kijken bij de notie en dan gaan we weer lekker verder met de website. Dus even kijken. Supergame. Oh, offline. Storing of zo? Fun World, Fun Station, Funland, Zone 2000, Fun City weer. Wat hebben we nog meer? Game Master, ja, dat is eigenlijk volgens mij gewoon een keten van arcadehallen. Nou, ik stop niet mee. We gaan verder, want we hebben ook nog... Even kijken, wat hebben we nog meer? Dancer, maar die... Ja, toch maar. Nou, allemaal dansers, maar die moet je blijkbaar dus kopen. Met van die diamanten. Ja, die verzamel ik niet, want ik heb geen account. Mr. Pico, nee. Ga weer door met dat ding. Maar het is wel grappig dat je dat ook gewoon kan kopen. En dan wordt het volgens mij gekoppeld op het systeem. Nou, events. Oh, ja, zou je natuurlijk ook wedstrijden. Zouden we ook wedstrijden, hè? Bij de Van Dance Base. Met een aantal arcadehallen. Dat is ook wel leuk. Oh, dit zijn voornamelijk filmpjes. Nou, dan doen we nu even de laatste pagina. Oh! Login. Het is een loginpagina van Dance Base. Dan moet je dus de ID van Dance Base machines moet je dan ook invoeren. En dan nog het wachtwoord wat je hebt gemaakt. Nou, over de kaart kom ik zo even op terug. Maar dit was dus dan even de website. We gaan verder. Nou, ik ben aangekomen op YouTube. En ik ga een paar video's laten zien. Nou, de eerste is van accountregistratie. Want je moet dus een identiteit kun je aanmaken. Als je dus, als we top staan en natuurlijk ook op internet wilt naar de Dance account. Dan moet je dus een account aanmaken, die is wel gratis. En dan moet je dus eerst een ID-nummer invoeren, dan nog een paswoord. En dan nog een naam en dan kun je dus spelen. En dat laat ik even zien. Nou, dat was het startscherm. Dan moet je register kiezen. Dan moet je gaan met de voorwaarden. En dan moet je dus een ID-code invoeren. Dat zijn eigenlijk een aantal getallen. En dan wordt het nu gecheckt. Dan moet je wachtwoord invoeren met cijfers. Zit ook een muziekje op de achtergrond. De pincode. De naam van je account. Dus wil je hier wat eten. Je nickname. En hier is dat toevallig R A G I L, dus ga geel. Kijk even op de bekken. Nou, dan moet je hier dus zelfs invoeren. In de tijd, je hebt er wel een tijdje moeten betalen. Nee, dat was er wel. Je kunt de stad nog checken en dan ben je klaar om te spelen. Nou, zo gaat het inloggen. Nou, ik ga even een nieuwe video zoeken en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Nou, ik heb weer een videootje erbij. Van een van de nummers. Van het nummer Dead Girl. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik ben benieuwd. Ik ga hem gewoon lekker met jullie kijken. Nou. Oh, je moet nog inloggen. Ja, dus inloggen moet je de code van de game invoeren. En dan nog de pincode. Dan gaat hij weer inloggen. En dan ben je ingelogd. Nou. Oh, je moet best niet om dus een nummer te kiezen. En de level te kiezen. Ik weet niet welk level het is, maar... We zien het wel, wat het wordt.
We zoeken naar tegenstander, maar dat is niet gevonden. Dus dat betekent dat misschien nu gaat dansen. En leuk dat dit is dat er ledverlichting in zit, en dat is net iets mooier. Kijk, ze moeten dus op die plaat staan. Er kunnen één of twee mensen staan. En dan kun je dus bewegen. Ik denk zo lekker, dus dan moesten ze zo'n camera's die dus de bewegingen detecteren. Zoals het met Disney ook gebeurt met camera van de Kinect. Of PlayStation of de Switch. En ja, dan kun je dit dus ook in de arcade spelen. En als je kijkt rechts, zie je de Zon 2000 in de Disney Classic Competition. Want ja, competities zijn er. Waar je tegen elkaar gaat, en dan kunnen ze een kampioen worden. Ik vind dat op zich ook wel leuk. En dit ziet er mooi uit zo. Doe wel lekker zo. Nou, het lijkt niet zo moeilijk. En je moet ook op het juiste moment mee bewegen. En je hebt van die cirkeltjes vierkanten. En die moet je zelf kopen. En dan wordt het aangepast. En dan kun je zo doen in de moes volgen. Nou, dat was hem al. De score. Een S. Heeft hij gehaald. Niet slecht. Nou, we gaan gewoon weer verder met de volgende video. Nou, zijn we aangekomen bij de volgende video. En ik heb expres even een bekend nummer gekozen om het wat prettiger te maken voor jullie als kijkers. Nou ja, we gaan dus even kijken naar Black Eyed Peas Boom Boom Pow van Op Dance Base. En hier kunnen ze het scherm zien. En de dansers zien. Misschien kun je het vanzelf ook een keertje dansen, maar ja, dat weet ik ook niet. Ik vind het in ieder geval te moeilijk. Nou, we gaan beginnen. Ik weet niet welke arcade dit is, maar het is wel een lelijke. Nou. Nou, ik ga jullie even een video laten zien van Just Dance, zodat jullie het een beetje kunnen vergelijken.
En dan zou ik van jullie wel willen weten in de reactie. Wat vind je makkelijker of beter? Dancebase of Just Dance? Nou, dan gaan we meteen naar de laatste video. Nou, de laatste video, Just Dance video. Zullen jullie eigenlijk niet wachten, maar ik wil jullie toch even een vergelijking laten zien. En dat wordt dus het liedje Animals van Just Dance 2016. Ja, kijk, jullie hebben niet op de videoscherm op dit moment even met nu die pauze staat. Er staat allemaal bij de deze, maar dat is hem niet. Nou, we gaan even kijken. Nou, positie kiezen. Kijk, wat doe je van rechts onder? Dit is een weg die je moet maken. Maar je hebt geen sterren of rondjes, driehoekjes. Dus je moet eigenlijk een beetje opletten beneden en dan een beetje combineren met de dansers. Maar je moet toegeven, het ziet wel beter uit, maar het is iets moeilijker. En je hebt links ook nog balkjes die meelopen. Dat zijn dus de sterrenbalken. Dus als je de weg goed doet, en dan heb ik eerst een moment goed doet, bijvoorbeeld goed of kut of perfect, dan wordt het dus lijntje van hoger en dan kun je dus bij superstar uitkomen. Of 5 sterren, of zo van superstar je hebt. Nou, we gaan even genieten. Dat was een golden move, die heeft dat sowieso niet. De golden move die geeft extra punten. Maar deze kun je niet op niveau aanpassen. Dus je moet echt gewoon op welk niveau meedansen. Of je dan goed of slecht, je moet gewoon dezelfde dans uit kunnen maken. Ook al ben je goed of niet goed. Terwijl bij deze is, je kunt easy, medium, hard of fuck of hoe dan expert. Maar hier heb je dat dus niet. En je kunt ook zien hoeveel sterren je hebt en hoe je doet. Met crazy en echt niet voor impact ofzo. Dat is dus een gebruiksnaam die ik heb gedaan dat ik hier aan het kijken ben. Weet jullie. Toen hebben dit dus eigenlijk ook gewoon die doel. Ook niet in de gaten op het grote schermpje. En dan heb ik het op een iets andere manier gedaan. En dan heb ik nu ook bijvoorbeeld perfect of great aangegeven. In ieder geval bij de wat, bij de wat is die alles verdient, bovenin, in het midden. Ja, ik vind het een beetje een leuke stuk. Ja, de boys. Lekker! Zo, eentje doet het wel goed, het al bijna een ster en eentje heeft nu bijna 4. Hier is de en 5 sterren. Deze vibe en die andere dus 4. Oh, dat was hem al. Nou, dat was dan ook meteen het einde van deze video. En ook het einde van de video die waar je nu aan het kijken bent. Op mijn kanaal. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan... Als je dus wil reageren van vind je Dance Space of Just Dance beter, dan mag je het gerust laten weten in de comments. Vond je dit leuk, doe dan een blauw duimpje omhoog. En als je mij in de gaten wil houden met de video's, die dus worden geüpload de komende tijd steeds meer. En een tijdje doorgaat. Nou, dan kun je me abonneren op mijn kanaal. En, zet het belletje aan. En je weet elke keer als ik een video upload. Dan bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video.